Schaal, welkom bij jullie reading voor de komende maand. Wie of wat kun je op je pad verwachten? En dit is voor iedereen die weegschaal in zijn zon, maan of ascendant heeft. Of een andere plaatsing natuurlijk. En crosswatchers, jullie zijn ook welkom. Weegschaal, neem alleen datgene mee wat resoneert. Laat de rest achterwege. Ik ben begonnen met het voorschudden van de wijsheid van het orakel. En de boodschap die er voor de komende maand voor jullie uitkomt is kaart nummer 40. Dus ook het getal nummer 40, 4, 0 kan belangrijk zijn voor jullie. En de boodschap is samen creëren. En die ga ik erbij nemen. Universum, wat is de boodschap voor het sterrenbeeld Weegschaal? Met deze kaart, samen creëren. Kaart nummer 40. Even kijken. Waar kaart nummer 40 staat, hier. De wezenlijke betekenis, Weegschaal, creativiteit, kunst, inspiratie, verwezenlijken en manifesteren. Misschien denk je dat je niet creatief bent, maar eigenlijk creëer je ieder moment, iedere dag, je eigen werkelijkheid. Door je gedachten, gevoelens, geloof, bedoelingen en daden. Nu moet je je bedenken dat je dit samen doet met spirit, bewustzijn, God of welke benaming je ook aan je hogere kracht geeft. Jij bent een vonk van deze intelligentie die via jou doorwerkt. Je zachtjes aanraakt met inspirerende gedachten en intuïtieve leiding. Je bent als een verfkwast die samen met de universele spirit een mooi en uniek schilderij maakt dat uitdrukking geeft aan jouw individualiteit. Je bent een product van goddelijke inspiratie en daardoor kun je nu wonderen creëren. Wanneer je je leven als een kunstwerk ziet en je weet dat jij eraan meewerkt, dan kan het alleen maar mooi worden en dankbaarheid opleveren. Bereid je voor op verbazing. Bereid je voor op verbazing, Weegschaal, deze komende maand. De boodschap voor de relatie. Hartsvrienden of vriendinnen en familie zijn er om je te inspireren. Zorgen voor nieuwe ideeën waar je nooit op zou zijn gekomen als je alleen was geweest. En hierdoor kijk je in een spiegel en zie je jezelf op een onverwachte manier. Wie is dat buitengewone wezen dat terugkijkt? Je zult zo gelukkig zijn dat je je hart hebt opengesteld. Jouw liefde is nu een uniek kunstwerk, de belichaming van schoonheid. Weegschaal. Samen creëren. En onder op het dek hebben we een ridder van pentakels. En dus je kunt iemand, er kan iemand op je pad komen die iets samen met jou wil creëren. En dit kan een aardeteken zijn. Stier, maagd, steenbok. Een hele langzame energie, maar wel een betrouwbare energie. En ik zeg betrouwbaar, maar daaronder ligt de zwaarde 5. En dit kan juist een kaart zijn van oneerlijkheid of iemand die mindgames speelt. Iemand die andere motieven heeft. Het kan ook je eigen energie zijn van een soort van zelfsabotage. Bewustwording dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Het kan jouw energie zijn van altijd heel druk bezig zijn. Je hebt een bepaald doel voor ogen, Weegschaal, wat je wilt bereiken. En je bent daarvan, ja, je zet alles en iedereen eigenlijk aan de kant om je doel te bereiken. Dit is ook een energie van willen winnen, kosten wat het kost, met die zwaarde 5. En dan met de ridder van pentakels is het een boodschap van het universum. Doe het langzaam aan. Zorg dat je inderdaad stappen zet waar je over na hebt gedacht met die ridder van pentakels. Dit is iemand die een plan heeft voor actie te ondernemen. Kijk, nog een kaart van het langzaam aandoen, kalm aandoen. De gematigheid. Dus dat is een eerste sterke boodschap. Heb geduld, doe het langzaam aan, doe het kalm aan. Universum, wat mag er binnenkomen voor het sterrenbeeld Weegschaal? Wie of wat komt er op het pad van het sterrenbeeld Weegschaal voor deze komende maand? Wie of wat komt er op het pad? Ja, en ik zie de zonkaart onder op het dek, dus ik heb het gevoel dat er heel veel creatieve ideeën komen, Weegschaal, deze komende maand. Maar ook ideeën die een soort van bevrijding zullen brengen. Een nieuwe start, een nieuw begin. En ik zie ook dat je je lekkerder in je vel gaat voelen. Weegschaal. We hebben de Kelke 10 als eerste kaart. Happily ever after. Een gelukkige relatie kan het mee te maken hebben.
We hebben de hoge priester, wat kan staan voor partnerschappen, een huwelijk, contracten die er gesloten worden, waar je heel blij mee bent met die kelken 10. Dit is ook je omgeving, liefdevolle mensen om je heen met die kelken 10. Dus je vrienden. We hebben de sterkaart, een kaart van hoop, een kaart van healing en een kaart van wensvervulling. En onder het dek de zonkaart. Leeuwenergie met de zonkaart, weegschaal met de sterkaart, stierenergie met de hoge priester. Het kan ook zo zijn, weegschaal met die zonkaart, de sterkaart, de hoge priester. Ja, dat er echt ideeën komen of oplossingen naar je toe komen, waardoor je weer hoop zult krijgen of waardoor je, ja, ingevingen die er komen met die zonkaart, een spirituele ontwaking kan het zijn, die hoge priester kan staan voor spirituele lessen die je geleerd hebt, iemand die nadenkt over de zingeving van het leven, wat is het wat me echt gelukkig maakt, wat is mijn bestemming met die sterkaart. Het kan zijn, weegschaal, dat je ook gaat veranderen van carrière. Het kan zijn dat je een soort van mentor of coach zult zijn voor anderen met die hoge priester. Of iemand die in het middelpunt staat. Iets wat je heel blij maakt. Iets waar je heel lekker bij voelt. Waar je andere mensen mee kunt helpen wellicht. Het kan te maken hebben met onderwijzen. Dus lesgeven. Wauw. Onder op het dek van de volgende stapel tarotkaarten hebben we het Rad van Fortuin. Dus daar gaan hele positieve veranderingen voor je plaatsvinden, weegschaal, in deze komende maand. Er komt beweging in de situatie, er komt vooruitgang. Er is weer hoop met die sterkaart. En er worden dingen duidelijk met de zonkaart. Een nieuwe start, een nieuw begin. Iets waar je hart van sneller van gaat kloppen. Iets waar je echt, als het te maken heeft met een relatie. Het kan ook binnen een bestaande relatie zijn. Dat de dingen zo gaan lopen zoals je gewenst had, gewild had. Meer zekerheid in een relatie. Ja, een hele positieve vooruitgang. Je voelt je als een kind met die zonkaart. Kijk hier weer onder op het dek. De kelken 10. En de sterkaart. De krachtkaart. En de kelken aas. Er zijn misschien bepaalde dingen die je tegen hebben gehouden. Weegschaal. Ik zag de duivel hieronder liggen. Steenbokenergie. Die dingen wat je tegengehouden hebben, kunnen te maken hebben met je eigen ego. Kunnen te maken hebben met ongezonde patronen. Of dingen waar je nog van hebt moeten healen met de gematigheidkaart die we zagen. Het kan ook een besef zijn, weegschaal, wat er deze maand komt. Dat je bepaalde overtuigingen die je hebt, zult moeten loslaten of dat je in een situatie zit waarvan je weet dat die niet goed is, maar waarvan je ook beseft dat het nodig is dat je zelf de stappen zet om jezelf te bevrijden. Zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk met die kelken 10. Waarom ligt hier de zonkaart, universum? En het kan zo zijn ook dat er iemand in je familie is of iemand in je vriendenkring is die optreedt als een soort van mentor. Die je een bepaald advies geeft, waardoor je weer hoop krijgt in een situatie met een sterkaart. Of waardoor je bepaalde, ja, een inzicht krijgt, echt zoiets van, ja, dit is het. Iets wat iemand je aanreikt. Waarom ligt hier de zonkaart voor weegschaal onder op het dek? Want de zonkaart is, ja, zoals ik zei, de mooiste kaart uit het dek. Optimisme, je lekker voelen, je niets aantrekken. Weer de hoge priester zie ik. Ik zie de koningin van kelken. Schorpioen, kreeft, vis energie. Oeh, de zware 7 die wilde wel echt uitkomen. En de schildknaap van staven. Die zware 7 zag ik ook tijdens het voorschudden. Een bevrijding uit een soort van situatie. We hebben de schildknaap van staven. Een nieuwe start of een communicatie die daar binnenkomt. Waardoor je uit een situatie kan bevrijden. Want met die zonkaart boven de zwaarde 7. De zwaarde 7 is iets wat je beperkt. Iets wat je vrijheid ontneemt op de een of andere manier, weegschaal. En
Er gaat een energie komen van vitaliteit, creatie. Ja, meer energie krijgen en weer optimistisch zijn, nieuwe ideeën hebben. Waardoor je een situatie die niet goed voor je is, die je tegenhoudt, waarbij je misschien te maken hebt met oneerlijkheid, op een hele slimme, strategische manier kunt verlaten. We hebben de pentakels 10. Dus we hebben de twee mooiste tienen. De tienen hebben ook te maken met het einde van een periode en ja, de start van iets nieuws. Maar dit heeft ook met ja, voorspoed. Waarom ligt hier die zwaarde 7 voor weegschaal? Voorspoed, rijkdom. In de vorm van ja, stabiliteit, zekerheid, veiligheid. En ook iets kunnen opbouwen. Die zwaarde 7 wordt verklaard door de zwaarde 5. En die zagen we net ook al. Oneerlijkheid. Waarom ligt hier de zwaarde 7? Of een besef van inderdaad, ik heb zelf mijn eigen geluk op een bepaalde manier gesaboteerd met die zwaarde 5. Oeh, weer de pentakels 10, de hoge priesteres. Voor sommigen van jullie gaat er iets aan het licht komen, weegschaal. Er komt communicatie over iets of iemand. Waarom ligt hier de zwaarde 7? Waarom ligt hier de zwaarde 7 universum voor weegschaal? Er kunnen dingen aan het licht komen, want de zon schijnt. Ook een licht op zaken. En waarom ligt hier de zwaarde 7? We hebben de zwaarde 4, de zwaarde 5, de zwaarde 7. De zwaarde 4 is een kaart van terugtrekken, nadenken, je tijd nemen, maar ook rust. En zoals ik zei, voor sommigen van jullie ben je heel druk bezig. Sta je niet meer stil. Zit je constant in je hoofd. Sta je niet meer stil bij je gevoel. En weer die hoge priester. Steeds herhaalde kaarten. Stierenergie, heel sterk. De keizerin ligt eronder. Ook stierenergie. Keizerin heeft ook te maken met een nieuwe start. Een nieuw begin. Kan te maken hebben met liefde. Kan te maken hebben met zakelijke ideeën, inspiratie die je krijgt. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met zelf een bedrijf opzetten als zelfstandige. Omdat je je beseft, inderdaad, de huidige situatie waarin ik me bevind is niet oké. Okay. Beperkt me in mijn vrijheid. Waarom ligt hier de kelke 10 voor weegschaal? Ja, pentakels 8, dus het kan te maken hebben met werksituaties. Of ergens aan willen werken. Iets willen verbeteren. Of iets willen doen op werkgebied wat je voldoening brengt. Wat je gelukkig maakt. Waarom ligt hier de kelke 10? De doodkaart, schorpioenenergie en de zegenwagen. Kreeftenergie. En de wereldkaart. Met de staven 10. Dus inderdaad die periode, die lasten, alles wat je op je schouders draagt, stress, spanningen, werksituatie, heel hard werken, alles en iedereen daarvoor aan de kant zetten en het besef dat je eigenlijk in je vrijheid beperkt wordt door al het werk wat je moet leveren en er komen nieuwe ideeën om ja, een succesvol einde aan die situatie te maken en een nieuw hoofdstuk te starten. Een hele grote transformatie. En het kan ook een transformatie zijn in jezelf. Met de zegenwagen. Dit is iemand die de controle terugneemt, die de verantwoordelijkheid neemt. En die duivelenergie die ik net zag onder op het dek zich los gaat koppelen van die duivelenergie. Waarom ligt hier de hoge priester? De maan. Onzekerheid, angst. Dingen die niet helder zijn. Waarom ligt hier de hoge priester? Bang zijn om een volgende stap te zetten. Waarom ligt hier de hoge priester?
woensdag. Het kan ook zijn dat je door een soort van healingproces zult gaan de komende maand. En inderdaad, die spirituele ontwaking kan ook te maken hebben met patronen die je vanuit je kindertijd hebt meegekregen met de zonkaart. Waarvan je weet, dit is ongezond of dit is iets wat me blokkeert. Nog steeds. Het kan van voorouders meegenomen zijn met de hoge priester. Dit zijn lessen. Zelfs lessen uit vorige levens. Noem maar op. De kelken 4. Waarom ligt die maan hier voor weegschaal, de maan? De maan is ook een kaart van onrust, omdat de dingen niet helder zijn. Stress, spanningen, de maan. Maar kijk, we hebben die maan en de ster. En de sterren zijn er wanneer het donker is. De maan is er wanneer het donker is. En als algemene energie hebben we hier het licht. Dus datgene wat niet helder is, zal voor jou helder worden. Datgene wat verborgen is, dat zal zichtbaar worden. We hebben voor de maan de gehangene vissenenergie. En de maan is ook vissenenergie. En die vissenenergie, die gehangene, het kan staan voor terugtrekken. Zoeken naar antwoorden. Beseffen dan de situatie. Ja, niet langer meer voor je hoogste goed is. Voor je eigen welzijn. Maar misschien ook angst om die kelk die aangeboden wordt aan te nemen. Of je ziet het niet. Je ziet voor jezelf niet hoe je bepaalde dingen kan veranderen. En daar ga je op een andere manier tegenaan kijken met die gehangenen. Als je de hoop hebt opgegeven, dan zie ik inderdaad dat er weer hoop komt. Je voelt je misschien met handen en voeten vastgebonden, letterlijk. En deze komende maand gaat er gewoon nieuwe inspiratie komen. En nieuwe ideeën. Nieuwe, een hele andere mindset ook, heb ik het gevoel. En als je heel druk bezig met van alles en nog wat bent. Ja, dat inzicht gaat er sowieso komen. Maar ik zie ook de boodschap van het universum dat er rust nodig is. Weegschaal. Waarom ligt... Ja, we hebben de hoge priesteres. Nog meer vissenenergie. Dus we hebben 3 kaarten. 3 keer vissen. En de letters B en J kunnen misschien belangrijk zijn. Maar ik zie je dus echt door een soort van spirituele ontwikkeling gaan, weegschaal. Je in jezelf keren. Een spirituele reis. En voor sommigen van jullie ga je ervoor kiezen om dit inderdaad ook uit te dragen. En een soort van mentor voor anderen te zijn. Het kan ook zo zijn dat je dromen zult hebben, weegschaal. Waarom heb je de sterkaart? Ja, die wens wordt verklaard door een einde. Met de zwaarde 10. We hebben al 3 tienen. Die we gezien hebben. De pentakels 10, de kelken 10, de zwaarde 10. Alleen de staven 10 nog niet. Dus ik heb het gevoel dat je een hele zware last met je meedraagt.
weegschaal. En het kan te maken hebben met heel veel werken. Het kan te maken hebben met heel veel verantwoordelijkheden. En in de komende maand ga je dit, ga je inzichten krijgen. Ga je meer energie krijgen, meer inspiratie, nieuwe ideeën. Hoe je die situatie kunt draaien, kunt transformeren. Kijk, en je zit nu nog een beetje in die kelken 5 en duivelenergie die we hier hebben liggen. Ego kan dus ook meespelen, maar daar gaat een nieuw hoofdstuk beginnen. Daar gaat iets afgerond worden. Waarom ligt hier de sterkaart? Voor sommigen van jullie weegschaal heeft dit einde van een pijnlijke situatie al plaatsgevonden. En ben je daardoor in een soort van dip gekomen. Van overdenken of je misschien storten op je carrière, op je werk. Om bepaalde emoties, problemen niet onder ogen te willen zien. En dan zie ik dat je daar nu echt gaat intunen in jezelf. Met die hoge priesteres, de hoge priester. Diepe emoties met die maanenergie. En bewustwording wat er plaats gaat vinden. Waarom ligt hier de sterkaart? Maar ook hoop. Kijk, dit is iemand die op de grond ligt met 10 zwaarden in zijn rug. Dus kan te maken hebben met situaties waarbij je je bedrogen voelt, verraden voelt door iemand of door meerdere personen. Een situatie die op een nare manier beëindigd is. Maar er is een einde. Er heeft een einde plaatsgevonden. En in plaats van te blijven hangen in dit gevoel van alles wat er overkomen is, is er weer een sprankje hoop, heb ik het gevoel. Je klimt weer omhoog uit dat dal, weegschaal. Waarom ligt hier de sterkaart? Waarom ligt hier de sterkaart? En het kan ook te maken hebben met patronen die je van jongs af aan hebt meegekregen. Of hoe je relaties ziet. Je altijd hebben opgeofferd voor een ander. Of om een ander blij te maken. En daar vindt nu een soort van verwerking plaats. Van oude patronen die je mee hebt gesjouwd eigenlijk. En waar nu helderheid in komt. Een soort van bewustzijn, bewustwording. Waarom ligt hier de sterkaart voor weegschaal? De sterkaart universum. De schildknaap van pentakels en de pentakels 10. Een nieuw begin, een nieuwe start, een boodschap. Pentakels 10, stabiele relaties. En we zagen hem net ook al voorbij komen. Familiesituaties. En de ridder van kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. Met de torenkaart. En de kelken 10. En de sterkaart. Weegschaal, voor sommigen van jullie kun je te maken hebben met een schorpioen of een vis. Want die energie hebben we hebben ook kreeftenergie heel sterk. Water, man, stier en leeuw. Ja, je kunt door een moeilijke situatie heen zijn gegaan voor wat betreft de familie. Of je stabiliteit, die ook een gevolg heeft voor de familie. Er kan een verandering hebben plaatsgevonden. Er kan een scheiding hebben plaatsgevonden voor sommigen van jullie. Het kan zo zijn dat er een verhuizing heeft plaatsgevonden. Hele grote transformaties die daar plaats kunnen hebben gevonden. Iets wat plotseling is gekomen. Of wat nu inderdaad, wat je zelf gaat besluiten om te doen. Maar
Maar ik zie hier heel sterk healen en de energie van uit je hoofd komen. Er is iets waar je echt zorgen over hebt gemaakt. Waar je van wakker ligt. Waar je heel hard voor hebt gewerkt. Of je ja, volledig aan hebt gegeven. En bent overgegeven. Je hebt eigenlijk je emoties wat aan de kant gezet, heb ik het gevoel. Echt in je hoofd zitten op de automatische piloot. Als een soort van machine. Als een soort van ja, op automatische piloot maar door blijven gaan. Verantwoordelijkheid dragen. Om maar stabiliteit te behouden. Maar nu zie ik dus inderdaad die balans en je op jezelf focussen. Als je iemand bent die inderdaad alles aan de kant heeft gezet voor jezelf. Om ja, goed te doen voor anderen of om de stabiliteit te behouden. Omdat er mensen afhankelijk van je zijn. Omdat je de verantwoording draagt voor anderen. Ik zie nu echt die focus naar jezelf toe. Ik zie een hele onafhankelijke energie, ook single energie. Dus het kan inderdaad zijn weglopen van een bepaalde relatie of een, ja, een familiesituatie. Jezelf bevrijden van iets wat, ja, waar je te veel over, ja, wat je echt fysiek en mentaal heeft uitgeput. En vooral mentaal ook. Constant piekeren, overdenken. En ik zie dus inderdaad je gevoel, je instinct. Met die maan, dat is een kaart van het instinct. De intuïtie. Ook de hoge priesteres, je intuïtie volgen. En niet vast blijven houden aan bepaalde patronen die ervoor hebben gezorgd dat je op een bepaalde manier hebt gehandeld. Dit is waar je je los van gaat maken. En waar je, zodra je die stap zet, de moed hebt, om de durf hebt om die transformatie door te zetten. Waar je ook meteen lichamelijk ja, de gevolgen van zult voelen. Want je zult je beter voelen. Je zult op een hoger energielevel komen. Dus ik zie ja ook een hele hoop emotie. Weegschaal. En dit is jullie boodschap. Als het resoneert, laat het me zeker weten in de reacties. Ik wens jullie een hele mooie maand toe. Vol liefde en licht. En tot de volgende keer. Dag!